In 2007 nam BZN afscheid van zijn fans. Drummer Jack Veerman ging door en richtte de BZN Tribute Band Mon Amour op. In dit programma volgen we de band in de voorbereiding naar hun eerste grote optreden in Volendam. Welkom bij After All These Years. Ik ken Jack al van tevoren. Die hebben we wel eens horen zingen in een koortje bij ons, waar ik iets van 17 jaar in heb gezongen. En ik heb in verschillende bandjes gespeeld. En Jack had me naar aanleiding daarvan alles gevraagd: kom eens even bij me langs. Ik heb misschien een leuk ideetje. We zijn toen bezig geweest met wat Nederlandstalige nummers. Goh, vind je dat leuk? En ja, een beetje. Hij had altijd zoiets van: ik zou eigenlijk nog wel eens iets willen doen met Linda. En dat werd uiteindelijk niks met die Nederlandse liedjes. Maar toen hij dus kwam met het idee van een tribute band van de BZN, ja, toen was ik gelijk enthousiast. Vond ik een eer dat zo iemand als Jack Veerman dat hij je dan vraagt. Hoe zit de dag in elkaar vandaag? Hoe zit de dag in elkaar vandaag? Nou ja, vrijdag is mijn vrije dag. Dus dan probeer ik altijd 's morgens even te sporten. Dat lukt niet altijd, maar als het even kan, doe ik dat wel. Nou, dan gaat Bo hier naar de opvang. Nou, en dan straks lekker naar huis. Kan Bo weer lekker slapen. Dan kan ik even rommelen in huis. En dan 's middags ga ik even naar mijn moeder. Dan ga ik even naar de kapper. Het is een beetje een relaxed dagje. Ja. Hoppa. Goedemorgen. Zo. Tom. Wat is dat? Baby, hè? Dus je gaat er even tegenaan. Altijd even lekker zo'n uurtje. Dus morgens, dan ben je gelijk weer wakker. Top? Ja. Nou, we gaan het beleven. Ja. Hey Linda, voel jij jezelf de nieuwe Carola? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vraag wel meer mensen, maar ik voel me meer gewoon van ja, dat we echt een nieuwe band zijn. En eigenlijk vind ik het niet echt vergelijkbaar, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is toch een hele groep met nieuwe mensen. We doen natuurlijk wel ook de oude muziek van BZN, maar het is een andere energie, denk ik. Dat is denk ik het grootste verschil. Kijk, wij moeten ons nog bewijzen. We zijn nog een beetje, zeg maar, de jonge honden. En ik denk dat dat een beetje het verschil is. Kijk, BZN trad veel op in theaters. En wij staan in feesttenten en zalen die wat kleiner zijn. Maar waarbij je toch een andere insteek hebt, een ander publiek ook, denk ik. Dus dat is weer anders dan wanneer je in een theater staat. Maar leg eens uit, een ander soort energie? Nou ja, vooral denk ik gewoon dat we. Bij ons ligt echt de nadruk op dat we gewoon echt een feestje willen bouwen. Dat we gewoon gelijk, eigenlijk willen we, Johan zou zeggen, de elektradraden die moeten van het plafond af. Dat is een beetje onze insteek. Dat we gewoon gelijk de mensen mee willen hebben. En dat ze gewoon echt een lekkere feestavond. En je bouwt iets op dat iedereen gewoon uit zijn dak gaat op de muziek. En dat is denk ik bij ons meer. Dan als je bijvoorbeeld in een theater staat, en dat is gewoon luisteren. En ja, dat is ook prachtig natuurlijk, mooie akoestiek. En lekker rustig luisteren, dat is echt muziek luisteren. En dit is muziek die je moet beleven, waarbij je mee moet doen. Dus dat vind ik het mooiste dat er is. Ja. Het is heel opvallend als je jullie ziet zingen en als je de band ziet performen. Ja. Dat jij zo verschrikkelijk veel lol hebt. Ja, ik doe het liever dan eten. Ik heb echt zoiets, als ik op het podium sta, dan ben ik echt gelukkig. Dat is gewoon het mooiste wat er is. Ik zeg, je gaat lekker in je mooie kleding, lekker opgeknapt, mag je voor mensen gaan zingen. En je krijgt nog applaus ook. Nou ja, wat wil je nou nog meer? Ik vind het echt het mooiste wat er is. En natuurlijk ook, komt ook door de club met mensen. Want we hebben gewoon een hele gezellige band. En de interactie is gewoon heel erg leuk. Kijk, Johan en ik kennen elkaar al heel lang. We hebben bij elkaar in de klas gezeten. Dus ja, eigenlijk die klik was er bij ons altijd al. En dat is gewoon heel vertrouwd.
En daardoor, ja, misschien denken mensen van buiten wel eens van, oh, zo, die zijn wel grof tegen elkaar. Maar dat is gewoon een beetje, ja, die bandhumor. En dat is, ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk. En dat straal je denk ik ook weer uit naar de mensen. Het is wel vrij druk met een kindje erbij. En ik werk natuurlijk nog gewoon door de week als makelaar. En in het weekend dan zangeres. Af en toe wordt het wel een beetje veel. Dus dan is het even pas op de plaats. Kijk, je sociale leven, dat ligt een beetje stil. Omdat als je dan een keertje thuis bent, dan wil je gewoon lekker even met je man en met je kindje zijn. Gewoon even lekker met z'n drietjes. En dat is best wel moeilijk af en toe. Maar ik heb hele goede hulp in de huishouding. En mijn moeder en mijn schoonmoeder, die staan altijd paraat. Die willen heel graag oppassen. Dus wat dat betreft is het gewoon goed te doen. En ja, het is gewoon af en toe eventjes de agenda's naast elkaar leggen. Want ja, je weet eigenlijk niet wat een kind, ja, wat een kind krijgen is totdat het gebeurt. Ik had, in het begin dacht ik ook, ik moet zo vaak eten. Ik was echt helemaal de slag. Ik wist echt niet wat me overkwam. Maar dat was eventjes wennen, een paar weken. En toen dacht ik, oké. Oma, wil je altijd heel graag even oppassen, als ik naar de kapper ga. Hij doet het niet. Ja, hij doet het niet. Hij doet het. Ik hoor anders niks. Hoi. Oh ja. Komt ja. Hey. Hallo. Daar is ze. Het meisje. Hey, breng jij de kleine vaker naar je ouders? Ja, ik breng Bo best wel geregeld eventjes bij mijn ouders, ja. Want als je dan eventjes boodschappen moet doen, is het toch wat makkelijker. Als ze dan eventjes bij mijn ouders is en dan kan ik eventjes de hele kar vol zeulen, zeg maar. En dan, ja, zij vinden het ook hartstikke leuk. Dus dan twee kanten is dat eigenlijk wel makkelijk. Ik ga zo naar de kapper. Ja, dat moet ook gebeuren, hè. Je moet er wel een beetje representatief uitzien als je in een band zit. Nou, we gaan het zien zo. Ja, inderdaad. Kijken of het nog te redden is. Waar is Pietje? Waar is Pietje, Bo? Waar is Piet? Waar is de Piet? Maar ik zie nou wel erg veel, hè, Piet. Nou weet ik niet meer waar ik moet kijken. Heel veel mensen. Hartstikke gezellig. Nou, doeg. Doeg. Even naar de kapper, tot straks. Doei, doei. Doeg. Ja. Dat zie je natuurlijk wel, hè. Dat leven van een artiest, het gaat niet over rood. Het is gewoon echt erg hard werken. Ga je dit dan nog donkerder maken? Ja. Dat die uitgroei heel mooi donker is. Ja, het wordt een nieuwe raas. Ja. Ja, ik vind het altijd toch wel een beetje een momentje van ontspanning, moet ik zeggen. We hebben niet lekker, lekker alleen maar te zitten. Nee, dat is wel erg hard. Bluff. Nou komt het allemaal goed. Ja.